De intentie om iets terug te doen om Surinaamse ondernemingen naar grotere hoogten te tillen. Dit staat centraal bij de business workshop die de Dare to be Different Foundation vandaag en morgen organiseert. De workshop wordt gehouden in het La La Roque gebouw. Het doel is om kleine en middelgrote ondernemingen uit te rusten met de vaardigheden en kennis om hun online diensten te vergroten, zegt medeoprichter Kleber Drenthe. Omdat ik vorig jaar 6 weken lang dit programma van eigenlijk onderdeel van de Amerikaanse ambassade IVLP, International Visitor Leadership Program, heb mogen volgen voor 6 weken lang. En met als topic Migrate Your Business Online. En eigenlijk vandaar is het idee gestart. Ik heb toen gezeten met Marino Jackson en ik heb gezegd, weet je wat, we moeten zeker iets terug doen voor ondernemers in Suriname. Het programma was heel erg intens. Je hebt mogen zien hoe online business eigenlijk ervoor heeft gezorgd, vooral met de afgelopen pandemie, hoe het belangrijk is. Wij als Suriname waren sowieso niet op voorbereid. Natuurlijk had je een paar bedrijven. Maar belangrijk is dat we altijd als ondernemers ready moeten zijn voor, maakt niet uit wat komt. Drenthe zegt verder dat het tijd voor Suriname is om meer te gaan werken aan duurzaamheid. De medeoprichter merkt op dat duurzaamheid moet helpen om Suriname in stand te houden in tijden van de economische crisis waarin Suriname zit. Verder wil ik aangeven dat Dare to be Different Foundation hier voor jullie is. De komende 2 dagen zullen we samen met de trainers, met Roel Fortune, Jean-Luc en de heer Brian, zullen we samen gaan kijken hoe we ook van jullie kunnen leren. Niet alleen dat zij een training gaan geven, maar hoe kunnen we van jullie leren, hoe kunnen we eigenlijk sharen met elkaar om beter te gaan groeien en worden als organisatie. Drenthe merkt op dat ondernemers massaal moeten werken aan duurzame investeringen binnen bedrijven. Hij stelt dat Surinaamse ondernemers de gelegenheid moeten pakken om door samen op te trekken samen te kunnen groeien.